Waar kunnen burgers in de gemeentehuizen zich melden met een vraag om ondersteuning? Ze kunnen zich melden bij de gemeente. Dat kan bij het gemeentehuis zelf. Dan kom je bij de balie en dan kun je vragen om een formulier waar je een gesprek aanvraagt met de gemeente. Dat heet ook gewoon een gespreksformulier. En dat kan ook via internet. Dan kan het gespreksformulier gedownload worden. Wat we dus niet meer doen in huizen is een aanvraagformulier voor bepaalde vormen van hulpverlening, maar altijd een aanvraagformulier voor een gesprek. En dat betekent dat je dan daarna een gesprek krijgt met een consulent. Je mag zelf aangeven of je dat bij jou thuis wil of dat je wil dat dat op het gemeentehuis plaatsvindt. De meeste mensen vinden het prettig als een consulent bij hen thuis komt. We willen vaak ook een mantelzorger erbij hebben, dus dat is allemaal ook mogelijk. Maar dan vervolgens komt er een gesprek en in dat gesprek komt aan de orde wat er precies aan de hand is en waar je ondersteuning voor nodig hebt. Dat formulier, welke vragen komen daar aan bod? Ja, het formulier is eigenlijk, gaat uit van levensdomeinen. Dus om maar te noemen, gezondheidszorg is een thema. Heb je op het gebied van je gezondheid een probleem? Het kan ook een probleem zijn op het gebied van sociaal contact. Als je zegt, ik heb eigenlijk te weinig sociale contacten. Of als je problemen hebt op het gebied van werk of een nuttige dagbesteding die je mist of die je op een andere manier zou willen. Financiële situatie komt aan de orde en ook zingeving. Als een burger zo'n formulier heeft ingevuld, dan volgt er dus een gesprek. Wie voert dat gesprek? Het gesprek wordt gevoerd door consulenten van onze gemeente, die ook opgeleid zijn vooral om het gesprek te voeren. En ook opgeleid zijn om heel goed te luisteren naar wat de vraag van inwoners is. Want wat wij heel erg belangrijk vinden is dat onze inwoners zelf aangeven wat ze nodig hebben. Dat dat dus niet wordt bepaald door een professional of door iemand van de gemeente, maar dat ze echt zelf vertellen, nou dit is mijn probleem, maar dat ze ook zelf bedenken wat voor hun een goede oplossing zou zijn en dat daar het gesprek over gaat. Ze willen eigenlijk dat mensen zelf de regie over hun eigen leven maximaal nemen en ook daar, willen ze daar de kans voor geven in dat gesprek. Hoe zorgt u ervoor dat de zorgconsulent, degene dus die het gesprek voert, over voldoende kennis beschikt? Nou, we hadden natuurlijk in de gemeente al mensen die WMO-consulent waren, dus die heel veel kennis hadden op het gebied van maatschappelijk functioneren. We hebben ook consulenten die in het verleden bij de sociale dienst werkten, dus heel veel kennis hadden op het gebied van werk en inkomen. Dat hebben we bij elkaar gebracht. We hebben dus volledig ook ontschot, dus zeg maar jeugd, WMO en participatiewet, dat zit gewoon bij één consulent en ook in één gesprek komen al die domeinen aan de orde. Daar is heel veel kennis van. Waar je soms tegenaan loopt, en dat hebben onze consulenten ook al aangegeven, is dat ja, met al die nieuwe doelgroepen, dat zij wel behoefte hebben aan een soort algemene kennis van bepaalde psychiatrische aandoeningen, van allerlei ziektebeelden bij kinderen. Dus dat er wel behoefte is aan die algemene kennis. Daar zijn ze ook in geschoold. Tegelijkertijd willen we echt voorkomen dat onze consulenten een soort medische, specialistische opleiding krijgen. Want en dat medische deel, ja, dat zit bij de huisarts en de andere specialistische zorg. U heeft al heel veel vraaggestuurde gesprekken gevoerd in de gemeentehuizen. Wat zijn uw ervaringen tot nu toe? Nou, onze ervaring is dat mensen het heel belangrijk vinden dat ze zelf regie mogen hebben op dat gesprek, maar ook op wat er vervolgens uitkomt en de vrijheid van keuze die ze dan hebben om het ook in te richten. Wat heel belangrijk is, en dat merken we in ieder gesprek, is dat het gesprek niet alleen over zorg gaat, maar ook over werk, ook over de financiële situatie, over sociaal contact. En dat we eigenlijk over het leven van mensen gaat. En dat, daar hebben mensen heel veel behoefte aan. Dat niet voortdurend zeg maar, in schotten wordt ingedeeld en nu zit je voor dit en nu voor dat. Maar dat er echt breed gekeken wordt naar wat mensen nodig hebben. En dat wordt enorm gewaardeerd.